In deze les gaan we het hebben over het aanvallen van stukken. Soms lijkt het wel eens alsof een stuk bij de tegenstander goed verdedigd staat. Maar als je dan gaat tellen hoe vaak een stuk aangevallen is en hoe vaak verdedigd, kom je er vaak achter dat je het stuk gewoon kunt slaan. Een goed voorbeeld staat al op het bord. Het paard op het midden van het bord staat door twee stukken aangevallen bij wit. Zowel de loper als de dame. En maar door één stuk verdedigd. En dat is de loper. Dus wit kan in deze stelling rustig het paard nemen. En na een verdere ruil heeft wit een paard gewonnen. Daar gaan we in deze les op focussen. Best wel lastig. Want je zal zien dat er heel veel dingen veranderen in de stelling. En je zal dus heel goed vooruit moeten denken. Veel succes!